Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over cognitieve overbelasting en hoe je daar rekening mee kan houden in jouw les. Allereerst, wat is cognitieve overbelasting? We weten dat als je nieuwe kennis tot je krijgt, het eerst terechtkomt in het korte termijn geheugen. Dit korte termijn geheugen kan relatief maar weinig informatie tot zich nemen. Wat je eigenlijk wil als docent is dat het wordt weggeschreven in het lange termijn geheugen. Om daarvoor te zorgen, moet je wel wat stappen ondernemen. Dit langetermijngeheugen werkt op basis van schema's en is contextgebonden. Als je dat weet, doe je er dus goed aan om de voorkennis te activeren en nieuwe kennis bovenop oude kennis te plakken. Op die manier moet de student in het langetermijngeheugen graven om oude informatie op te halen en kan het nieuwe informatie daaraan verbinden. Dit zorgt ervoor dat de verbindingen in de hersenen, specifiek de verbinding tussen de neuronen, worden versterkt. Dit doe je door informatie te herhalen. En daarmee bedoel ik niet herhaling van kennis op eenzelfde manier, maar juist op verschillende manieren dezelfde stoffen aanbieden. Psycholoog Herman Ebbinghaus heeft onderzoek gedaan naar de werking van het brein en liet ons weten dat de curve van het vergeten erg kort is. Met dat in het achterhoofd wil ik je eigenlijk adviseren om een kennisblok nooit langer te laten zijn dan 15 minuten. Wat Ebbinghaus nog meer aantoont met onderzoek, is dat je rekening moet houden met de serial position effect. En daarmee wil hij laten zien dat kennis dat wordt aangeboden aan het begin of aan het einde van de les eerder beklijft dan wanneer dat in het midden zit. Tevens laat hij zien dat als je gebruik maakt van spaced learning, informatie eerder wordt opgeslagen. En met spaced learning bedoelt hij dat dezelfde informatie met tussenposes opnieuw wordt aangeboden, zodat het kan worden weggeschreven in het langetermijngeheugen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van het modaliteitseffect. Het modaliteitseffect gaat ervan uit dat je multimediaal kennis aanbiedt. Door gebruik te maken van verschillende media komt kennis op meerdere manieren ons brein binnen en wordt het eerder gestimuleerd om de kennis op te slaan. Hoe kan je nou rekening houden met cognitieve overbelasting bij blended leren? Nou, allereerst is het belangrijk om te weten dat dat werkgeheugen bestaat uit een auditief en visueel gedeelte. Wanneer je die twee dus aanspreekt, en het liefst tegelijkertijd, zorg je er dus voor dat kennis eerder wordt opgeslagen. Daarbij is het wel heel belangrijk om op te merken dat die twee aan elkaar verbonden moeten zijn. Dus wanneer je iets laat horen en iets laat zien en het niet met elkaar verbonden is of de student geen verbinding kan maken, dan is dat effect helemaal weg. Wanneer je zelf een presentatie geeft, of dat nou online is of in een klaslokaal, en je ondertussen ook iets laat zien, is het belangrijk dat hetgene waar de studenten naar kijken ondersteunend is aan wat je vertelt. Daarnaast is het belangrijk dat het niet precies hetzelfde is van wat je aan het vertellen bent. Wanneer er namelijk lange zinnen staan, dan zullen studenten proberen om dat te lezen of over te nemen en zijn ze eerder daarop gefocust dan op hetgene wat ze horen. De versterking werkt dan niet. Wat ik dus probeer te zeggen is dat je gebruik maakt van dual coding. Het combineren van woord en beeld. Dit kan je op allerlei verschillende manieren doen. Dit kan je doen zoals ik net zei, een presentatie te laten zien waarin beeldmateriaal staat of tekst wordt getoond. Maar dit kan je ook doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de educatieve tool EdPuzzle. Daar kan je een video in uploaden en dan kan je aangeven waar in de video moet stoppen. En dan kan je een vraag invoeren. Deze vraag kan je textueel invoeren, zodat hij in beeld komt, maar je kan hem ook inspreken, zodat hij te horen is. Op deze manier maak je van een video een interactieve video en zullen studenten kennis op verschillende manieren tot zich krijgen. Het is namelijk ook belangrijk dat de student leert om verbanden te leggen tussen hetgeen dat hem wordt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je concrete voorbeelden vanuit de theorie geeft. Het leggen van verbanden kan je ook bewerkstelligen door concrete voorbeelden te geven vanuit de theorie. Dit kan je bij online leren bijvoorbeeld doen door van tevoren een Padlet voor te bereiden waarop verschillende kaarten staan met onderdelen vanuit de kennis die je wilt overbrengen. De student krijgt dan de opdracht om verbanden te leggen tussen die kennisblokken, door het bijvoorbeeld op een bepaalde volgorde te zetten of wanneer er een stukje kennis ontbreekt, het ontbrekende te zoeken. Op die manier ga je spelenderwijs aan de slag met de kennis die moet worden overgebracht. Een ander belangrijk onderdeel is dat je ruimte geeft voor reflectie.
wanneer de student namelijk moet terugkijken naar hetgene dat hij of zij weet of hoe dat hij aan de slag is gegaan met bepaalde kennis, zal opnieuw die kennis worden aangesproken. Op die manier wordt de kennis ook eerder weggeschreven in het langetermijngeheugen. Wil je meer weten over hoe je mediawijsheid integreert of hoe je blended learning bijvoorbeeld oppakt? Kijk dan op onze website mbomediawijs.nl of volg ons op een van onze social media kanalen. Ben je bijvoorbeeld al wel eens op ons YouTube kanaal geweest? Daar vind je talloze video's waarin wordt uitgelegd hoe jij aandacht kan besteden aan digitale didactiek.